Ik vind dat het IMF een hele belangrijke taak heeft gehad, maar ook in de toekomst moet hebben. Want we komen steeds dichter bij elkaar, steeds meer verweven. Dus die onderlinge betalingen, dat moet in evenwicht blijven. En ik vind dat het IMF ook een heel essentiële bijdrage zou kunnen en moeten geven aan de Europese crisis, waar we steeds nog mee worstelen. En waar we op dit moment, naar mijn gevoel, op het kritieke punt staan. Mijn visie op de wereldeconomie is dat daar op het ogenblik ongelooflijk diepgaande verschuivingen aan de gang zijn. En het grootste van belang is dat we dat begrijpen en dat in internationale samenwerking daar op de juiste manier op inspelen. Die fundamentele verschuiving die is natuurlijk tussen die nieuwe opkomende landen en de westerse landen. Die hebben altijd het hoogtepunt gehad in de wereldeconomie. Mijn plan was geweest dat naast die Europese fondsen het Internationale Monetaire Fonds die financiering zou helpen met behulp van de enorme overschotten die veel van die ontwikkelingslanden hebben, waardoor zij gemakkelijk extra bijdrage aan het IMF zouden kunnen geven. En daar waren ze ook toe bereid. Want het mooie is, als Europa iets doet uit het Europese fonds, dan moet het uit belastingopbrengsten komen. Dat is heel impopulair. De Europese Centrale Bank niet uit belasting, maar dan wordt het weer monetaire financiering, waar de Duitse Doodsbank voor zijn. De IMF gebruikt geld dat daar ligt te wachten op een aanwending. Overschotten. Maar het mooie is, als China daar 500 miljard zou beschikbaar stellen, dan worden ze niet armer, want dat blijft in het fonds als reserve voor hun beschikbaar. Niemand hoeft er een offer voor te brengen. Europa heeft nu als doel gekozen dat de begrotingstekorten structureel naar 0,5% toe gaan, dus bijna verdwijnen. Dat vind ik een veel te ambitieuze doelstelling die economisch ongunstig is. Ik vind het merkwaardig dat daarop, ik heb daar nooit een duidelijke motivering voor gezien. Dat is gewoon eens gezegd door Duitsland en Nederland sloot zich erbij aan. Die andere landen moesten min of meer. Geen behoorlijke discussie. Terwijl ik zeg, daar is geen economische reden voor. We hebben vroeger altijd gezegd, de kapitaaldienst, daar mag je voor lenen. De gewone dienst moet een evenwicht zijn. Dat was een duidelijke regel. Maar ja, wat is kapitaal precies? Wij hebben de kabinetten waar ik in heb gezeten, het kabinet qua je daarvoor hebben gezegd, laten we eens kijken hoeveel besparingen zijn er over wanneer wij onze ontwikkelingshulp hebben gedaan en betalen ons verder in evenwicht is. Dat is dan voor de overheid geschikt en daar gaan we vanuit. Maar te zeggen, geen tekort, daar snijd je zoveel investeringsmogelijkheden mee af. Ik vind dat buitengewoon ongunstig. En dan is bovendien nog een punt dat Nederland een heel groot betaalbaar overschot heeft tegenover de korten van die andere landen. En voor Europa zou het natuurlijk veel beter zijn als wij dan een beetje meer uitgeven, dan kunnen zij het weer wat makkelijker. Dat moet naar elkaar toe komen. Daar lees ik nooit iets over. Dat vind ik een heel belangrijk punt.